is 4:15, dus laten we maar beginnen. Heren. Zullen we beginnen? Ja. We mogen even de Twitter. Ja. Nou, hoi allemaal en... Welkom bij deze beta break over voedsel. Allereerst even een huishoudelijke mededeling. De beta break is op zoek naar nieuwe leden. Dus als het je leuk lijkt om te helpen organiseren, dan stuur ons een mailtje, spreek ons aan. Iedereen is welkom. Verder is er tijdens het debat mogelijkheid door het stellen van vragen bij Tuifje. Waar ben je? Daar dus. Oké, en nu de beta break. Deze editie gaat over voedsel. We worden overspoeld met adviezen over gezonde voeding. We moeten minder koolhydraten eten. Er zijn superfoods, we moeten meer vet eten. We moeten minder vet eten. We moeten biologisch eten, we moeten duurzaam eten. Er komt elke week wel een nieuw dieetboek uit. En er is elke maand alweer een nieuwe hype. Maar wat moeten we hier eigenlijk mee? Hoe moeten we deze tegenstrijdige berichten interpreteren? En is er eigenlijk wel iets mis met hoe we eten tegenwoordig? Maar ook, hoe zal in de toekomst onze voeding veranderen? Om het hier het komende uur over te hebben, hebben we drie panelleden uitgenodigd. Allereerst hebben we hier meneer Tini van Boekel uit Wageningen. Hij is hoogleraar levensmiddelentechnologie. En hij is schrijver van het boek Voedsel en Voeding, Zin en Onzin. Daarnaast hebben wij journalist Huub Stam zitten. En die heeft ook een boek geschreven, namelijk Eetsprookjes, wat hij voor zich heeft staan. En allerlaatst links zit Remco Kuipers, schrijver van het boek Het Oerdieet en werkzaam in het OVG. Oké, nou, om te beginnen eigenlijk eerst maar even de vraag, wat hebben jullie vanochtend ontbeten? En had je misschien eigenlijk het liefst iets anders willen eten? We beginnen daarbij met meneer Boekel. Ik heb heel normaal een Nederlands ontbijt gehad, een bruine boterham met boter, echte boter en ham. Oké, nou, verderop in het debat komen we misschien achter of dat dan wel zo normaal is, gezond, en of dat misschien anders moet. En meneer Stam? Ik had een beetje een kater vanochtend, dus ik heb geen havermout gegeten, wat ik normaal zou doen. Maar een bruine boterham, een echt zware, volkoren spelt, hele korrel, met een gekookt ei en boter. Okay. En zout en zwarte peper, als je het weten wilt. Oké, dan ben ik ook wel benieuwd naar wat Remco Kuipers aan gegeten heeft. Ja, een oerdieet natuurlijk. Een puree van appel, kiwi, peer en banaan. En daarin walnoten en cranberries en nog een handvol noten, maar dan gemengd. Klinkt ook lekker. Goed, nou, we gaan maar gelijk van start. En we gaan eigenlijk beginnen eerst met wat de wetenschap nu eigenlijk zegt over voeding. En hoe de wetenschap plaatsvindt. Wat voor soort onderzoek gebeurt er? Dus Tini, kunt u ons daar iets over vertellen? Ja, er zijn allereerst denk ik dat we onderscheid moeten maken tussen voedsel- en voedingonderzoek. Want dat zijn nogal twee wezenlijke verschillende dingen. Voedsel is datgene wat wij eten. En voeding bestaat uit de combinatie van alles wat wij eten. En daar gaat het vooral om als het gaat om effecten op de gezondheid. Dus als levensmiddelentechnoloog onderzoek ik wat er in voedsel zit. Hoe zich dat gedraagt als je dat gaat bewerken door bijvoorbeeld te verhitten, te steriliseren of te pasteuriseren of nog wat anders, of te fermenteren. En dan kijken we naar wat er gebeurt met die belangrijke inhoudstoffen die voor de voeding van belang zijn. Bij voedingsonderzoek is het veel moeilijker in die zin dat je moet kijken naar de uitwerkingen van dat voedsel op de gezondheid van mensen. En dat is veel moeilijker omdat je met mensen veel moeilijker proeven kunt doen. Dus je kunt, dat kun je tot zekere hoogte wel, je kunt bloed afnemen, je kunt naar uitwerpselen kijken en kijken wat er allemaal in zit. Maar de voeding is ook voor een heel groot deel aangewezen op epidemiologie. Dat wil zeggen dat je kijkt naar wat mensen eten en vervolgens naar op heel groot populatieniveau kijkt naar wat de effecten daarvan zijn. En dan probeert men daar relaties te leggen, maar die zijn vaak niet zo duidelijk, omdat er allerlei storende factoren zijn. Dus dat maakt dat het voedingsonderzoek moeilijk te vertalen is naar echte goede richtlijnen. En dat is ook de reden dat je vaak toch tegenstrijdige beweringen zit. Want 20 jaar geleden was eieren helemaal verkeerd en nu mogen we weer volop eieren eten. Dat komt door voortschrijdend inzicht en dat komt omdat je niet heel efficiënt en effectief kunt uitzoeken hoe dat nou precies zit in het menselijk lichaam.
Ja, dus dit is het onderzoek hoe het eigenlijk in Wageningen voornamelijk plaatsvindt. Toch de voedingsuniversiteit van Nederland. Ja, allebei. Voedsel en voeding wordt allebei onderricht. En overigens niet alleen in Wageningen natuurlijk, maar ook elders. Ja. En Remco, u heeft op een andere manier onderzoek gedaan naar wat nou gezonde voeding is. Waarom? Waarom niet de conventionele manier? Nou, eigenlijk is het precies wat Tini aanstipt. Want het is dat je wil een heleboel onderzoeken, maar het is natuurlijk belangrijk om te weten wat is nou, ja, waar ga je vanuit? Je kunt, als je wil gaan onderzoeken welke voedingsmiddelen gezond zijn, ja, oneindig veel combinaties maken. Dus in wezen heb je dan oneindig veel geld nodig om oneindig veel onderzoeken te gaan doen, wat niet reëel is. Dus ik heb erover nagedacht, wat zou nou een goede uitgangspositie zijn om te gaan kijken van welke voeding zou nou het meest gezond voor de mens zijn. Dus ik heb teruggedacht, evolutionair, waar is de mens op geëvolueerd, op wat voor voeding? En daarvoor ben ik naar Afrika geweest en heb ik jarenlang onderzoek gedaan naar, zeg maar, het basisvoedsel wat ooit ons voedsel was. En ik heb dat als, zeg maar, ja, een soort gezond bestempeld. En ik ben vanuit daaruit gaan kijken, vind ik dat terug in tegenwoordig onderzoek. En als je dat dus weer vertaalt naar wat we hier tegenwoordig eten, vind ik eigenlijk dat we eten hier tegenwoordig eigenlijk niet meer waar we voor zijn gemaakt. En eigenlijk is het dus het gek dat we steeds gaan onderzoeken of wat we nu eten wel ongezond is. Terwijl ik eerst zou zeggen, nou, we weten eigenlijk wat gezond voor ons is. Ons oervoedsel, onze, ja, de voeding waar we evolutionair gezien op zijn aangepast. Eigenlijk zouden we dat als uitgangspositie moeten nemen en laten we dat nou eens onderzoeken of dat gezond is. Nou, dat heb ik gedaan, daar heb ik veel onderzoek naar gedaan. Dat komt eigenlijk allemaal heel goed uit en dat is eigenlijk ook natuurlijk het meest simpel. Ik bedoel, de Gezondheidsraad in Wageningen zegt ook groente en fruit zijn gezond. Vlees, eieren in bepaalde hoeveelheden zijn gezond voor ons. Dus ja, daar kom ik echt met mijn onderzoek op uit. Natuurlijke voeding en dan vanuit een evolutionair perspectief ben ik op die uitkomst gekomen. En is daar dan in voedingsland weerstand tegen zo'n dieet? Weet u daar misschien iets van? Ja, er is weerstand tegen. niet van mij overigens, want ik vind het op zich heel inspirerende gedachte om te kijken hoe wij als mens zijn geëvolueerd in een bepaalde omgeving. En waardoor wij inderdaad ook zijn afgestemd op het voedsel wat toen beschikbaar was. Dus ik vind het een hele sympathieke gedachte. En zoals Remco zegt, het komt toch ook wel heel dicht in de buurt van onze huidige voedingsadviezen. Niet op alles, koolhydraten is wel een struikelblok. Maar de reden dat voedingskundigen er niet altijd in meegaan, is dat ze zeggen van ja, dat is allemaal, we kunnen het nooit bewijzen, het is nooit uitgezocht, het zijn theorieën. Dus daar wordt flink over gestreden. Oké, maar als we dan kijken naar al die ingewikkelde voedingsonderzoeken, kunnen we dan toch een soort van algeheel advies bedenken van wat nou eigenlijk gezond is? Ja, dat kunnen we. Dat is heel makkelijk. Maar dat wisten we 100 jaar geleden ook al. Eet gevarieerd en matig. Oké. Maar daar bent u het dan niet mee eens, toch? Als dat gevarieerd Coca-Cola, Pepsi-Cola en sinaas is en matig met suikerklontjes, dan ben ik het er niet mee eens. Nee. Maar wat is volgens u, ja, wat voor een oerdieet beschrijft u dan? Wat? Ja, ik ga meer uit van dus de natuurlijke producten. Ik bedoel, ik vind het gek om vanuit wat we tegenwoordig eten te gaan testen, ervan uit te gaan dat een boterham gezond is, terwijl we dat eigenlijk pas sinds 10.000 jaar maximaal in Nederland maar 3.000 jaar eten. Dus ik zou zeggen, ja, eigenlijk moet je ervan uitgaan dat alles wat we tegenwoordig zijn gaan eten, dingen, alles wat machinaal en in fabrieken bereid is, in opzicht van tevoren verdacht is en je zou dat moeten onderzoeken of het daadwerkelijk wel gezond voor ons is. Terwijl je veel meer als basis kunt nemen dat alles wat we altijd gegeten hebben zal wel gezond voor ons zijn. En dat maakt het volgens mij ook makkelijker naar de bevolking toe om te zeggen van dit is wel gezond voor je. Mensen kunnen namelijk in een supermarkt direct zien wat hebben we altijd gegeten. Wat groeit aan een boom, wat groeit in de grond. Nou, dat zal ik kunnen eten. Als het in een blikje zit en het komt uit de fabriek, nou, dan is het dubieus. Sommige dingen zijn dan wel onderzocht, of heel veel dingen zijn natuurlijk wel onderzocht in onderzoeken. En als daar dan uitkomt dat je er wel, ja, dat het gezond is, nou, dan wil ik het wel aannemen. Zoals bijvoorbeeld alcohol aten we, of dronken we natuurlijk ook pas niet altijd en pas recent. Maar onderzoek laat toch wel zien dat 1 à 2 consumpties alcohol per dag het leven verlengen. Dus zowel het geen echt oerdieet is, zou ik toch wel zeggen, dat mag er best bij. Dat is bewezen gezond. Maar begin nou eens met de basis. En ja, alles wat daar niet bij hoort, zou wat mij betreft verdacht moeten zijn. Ja, en is daar dan ook minder ruimte voor technologie, voor conserveringen en zo? En voor het toevoegen van voedingsstoffen, zoals bijvoorbeeld in functionele voeding, waarbij calcium wordt toegevoegd of vitamines.
Moeten we daar dan ook sceptisch tegenover staan? Nou, ik vind conservering is natuurlijk eigenlijk een goede zaak. Want een van de grootste vooruitgangen in onze huidige maatschappij is dat we voedsel kunnen bewaren. Dus dat het langer houdbaar is. Dus dat heeft absoluut grote voordelen gehad. Hetzelfde geldt voor conserveren in blik. Ik bedoel, er gaat iets aan voedingsstoffen verloren. Maar uiteindelijk is het netto voordeel dat veel meer mensen relatief gezond gevoed kunnen worden. Dus het is niet per definitie ongezonder, of niet per definitie ongezonder, of ongezond vooral. Het is het enige wat je kunt zeggen, het is mogelijk iets ongezonder. Dus probeer niet in eerste instantie altijd het blik te eten. Als het even kan, probeer iets vers te krijgen en te eten. Ja. En meneer Van Boekel, wat zijn eigenlijk de belangrijkste bijdragen van de technologie aan voeding? Remco heeft al wat genoemd. Ik denk het allereerste wat technologie toevoegt is dat voedsel veiliger wordt. Er zijn allerlei bedreigingen uit de natuur. Vergiften, bacteriën die heel schadelijk kunnen zijn. En met technologie kunnen we dat verhinderen. Dat is nummer één. Het tweede is wat Remco noemt, dat we voedsel houdbaar kunnen maken. En soms zelfs ook beter verteerbaar kunnen maken door bewerkingen. En het derde aspect wat ik wil noemen is dat door technologie we veel zuiniger kunnen omgaan met onze schaarse grondstoffen. En dat laatste vind ik eigenlijk het grootste probleem, de grootste uitdaging waar we voor staan in de toekomst. Dus technologie, ik ben natuurlijk bevooroordeeld als technoloog, maar technologie is wat mij betreft absoluut essentieel om in onze huidige maatschappij de voedselvoorziening op kwalitatief goed op peil te houden. Ik heb overigens ook wel kritiek gehoord, dus het is niet zo dat ik zeg dat alles goed is. Maar ik denk wel dat als ik alles bij elkaar optel, dat de technologie dan wel de mensheid behoorlijk helpt. Oké. En uiteindelijk komen eigenlijk al die wetenschappelijke bevindingen komen terecht bij een adviesorgaan, het voedingscentrum. Het adviesorgaan van de overheid, wat ons als burgers hoort in te lichten over wat gezond is. Maar eigenlijk als je kijkt naar wat er allemaal ontdekt wordt in het voedingsonderzoek en naar wat eigenlijk uiteindelijk geadviseerd wordt door het voedingscentrum, dan lijken die twee eigenlijk heel erg uiteen te lopen. En het lijkt of het voedingscentrum heel conservatief is. Dus ik zou eigenlijk nu een stelling erin willen gooien. En ik wil nog even aan het publiek laten weten dat mochten jullie een vraag hebben, dan is aan het eind van deze stelling even de ruimte voor vragen. En onze stelling is dan uiteindelijk: het voedingscentrum zou minder conservatief moeten zijn ten aanzien van wetenschappelijke bevindingen. Remco, wat zeg jij daarvan? Daar ben ik het in zekere zin wel mee eens. Het zou mooi zijn als ze sneller konden reageren op, maar ik heb er ook anderzijds weer alle begrip voor dat ze dat niet kunnen. Omdat ze natuurlijk naar de bevolking een verantwoordelijkheid hebben. En ze kunnen niet continu met alle richtingen van de wind meewaaien. Dus ja, je zou heel graag willen dat het voedingscentrum bijvoorbeeld meteen inspringt op de pas recente bevindingen dat koolhydraten met een hoge glycemische index heel ongezond zijn. Dat ze daar veel agressiever op marketen. Maar je begrijpt ook dat ze toch meer onderzoeken willen. Omdat zoiets toch betekent dat ze grote uitspraken gaan doen waar ze toch voorzichtig mee willen zijn. Dus het zou mooi zijn, maar ik denk niet dat het reëel is. En dat het ook belangrijk is dat kleine wetenschappers zoals ik en andere mensen die eigen onderzoek doen, die moeten vooral schoppen en door de porseleinkast rennen. Maar de voedingsraad moet wel voor het publiek geloofwaardig blijven en dus niet continu van mening wisselen. Ja, denkt u daar hetzelfde over, meneer Stam? Nee, daar denk ik anders over. Het voedingscentrum baseert zich op de richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad. De laatste die dateren uit 2006. Ik heb een halfjaartje geleden gebeld met het voedingscentrum en met de gezondheidsraad wanneer de nieuwe eraan komen. Die komen volgend jaar, dus 2015. Dus dan zitten er 9 jaar tussen de oude aanbevelingen en de nieuwe aanbevelingen. Dat zijn dus 9 jaar waarin er heel veel is gebeurd in de wetenschap, in de praktijk. En in die negen jaar hebben alle mensen die iets met voeding te maken hebben, en dat zijn dus alle consumenten, die zijn ook veel wijzer geworden, die zijn anders tegen de dingen aan gaan kijken. Om kort te gaan, ik vind dat het voedingscentrum dus zich baseert op oude kennis. En ik vind dat zij niet goed communiceren. Het is eenrichtingsverkeer. Er verscheen een boek, Broodbuik, Wheat Belly, van Davis. Dat werd op de site van het voedingscentrum afgedaan met een korte schooljufachtige recensie van het klopt niet, niet wetenschappelijk bewezen, allemaal flauwekul, punt. Terwijl heel veel mensen,
in verwarring zijn. Want die lezen in dat boek dat je absoluut geen brood moet eten. En nou goed, daar zijn dus de meningen in wetenschappelijke kringen over verdeeld. Ik vind dat het voedingscentrum dan een openheid moet hebben en een soort interactiviteit moet hebben, of eigenlijk gewoon een blog moet beginnen, waarin mensen met hun vragen kunnen komen, waarin ze antwoord krijgen, waarin andere mensen antwoord geven. Eigenlijk een soort modernere manier van voorlichting bedrijven. En maar welke andere mensen zouden daar dan antwoord moeten geven? Moeten dat dan experts zijn of ja, mensen die ook maar iets gelezen hebben? Vraag het aan Remco en vraag het aan Tini, wat zij ervan vinden. Nou, dan krijg je twee verschillende dingen te horen. Zet dat er gewoon op. En dan mag de lezer zelf. Kijk, het voedingscentrum onderschat de gebruiker, onderschat de bezoeker van het voedingscentrum. Ze gaan op de hurken, je wordt aangesproken alsof je een kleuter bent. En dat is gewoon niet meer van deze tijd. Dat is eigenlijk wat ik vind. Ik bedoel, in al mijn. Ik hou meer van dit soort praatjes. En dan is er ook wel eens iemand bij van het voedingscentrum. En die zegt dan altijd: ja, we zijn er wel heel erg mee bezig, intern. Wij merken daar niks van. Ik bedoel, je ziet dat niet. En het voedingscentrum, ja, niet iedereen zal het kennen, maar dat is toch eigenlijk de officiële spreekbuis van de overheid als het gaat over voedingsvoorlichting. Kijk, er staat heel veel goeds op hoor, er staan heel veel ware dingen op, maar er staat ook echt, ik heb gisteren nog even gekeken naar het hoofdstukje eieren. Hoeveel eieren mag je eten? Nou, het is al even gememoreerd. Dat hele verhaal over het cholesterol, dat eieren te veel cholesterol in het bloed zouden brengen. Dat het noodzakelijk moet leiden tot hartaanvallen, wat destijds overigens door meneer Catan in de wereld is gebracht. Dat is achterhaald, dat is gewoon onbewezen verklaard, dat klopt niet meer. Dat kan ik gewoon met mijn boerenverstand ook al deduceren uit wat ik lees. En ik heb hier een cardioloog in opleiding naast mij, die zal dat absoluut bevestigen. Maar op de website van het voedingscentrum staat: wees voorzichtig met eieren, eentje per dag kan nog wel. Je kan zoveel eieren eten als je wil, er gebeurt niks. Hè? Nee, klopt. En dat is ook nooit. Die studies zijn uit 1976 hoor. Dat eieren je zoveel kunt eten als je wil, door niks heb je cholesterol. Dus dat is gewoon genegeerd inderdaad door de voedingsraad. Uit Wageningen, toch? Die studies. Uit Wageningen, van Catan en Houtvast. Ja, dat klopt. Die waren laatst nog in. Op de tv. Andere tijden was een uitzending over. Dat was frappant. Het werd ook niet weerlegd daar, hè, trouwens. Nee, klopt. Dat viel me ook tegen. Dat viel mij ook vies tegen. Nou goed, het voedingscentrum moet alert zijn. Dus ja, dus wel iets actueler, maar niet met elke wind zomaar meewaaien. Nee, maar wel elke wind vermelden. Zeggen van, nou hebben we meneer Perlmutter. En moet je eens kijken wat die zegt over tarwe en over gluten. En dat hebben we meneer Brouns, of is het Broens uit Maastricht. Die zegt weer iets heel anders, het helemaal tegenovergestelde. Zet die twee artikelen erop, vat ze samen, laat er iemand dat inleiden en je bedient het nieuwsgierige publiek. Zo moet je dat doen. Ja, klinkt als een goed idee. Ik heb vernomen dat er een vraag is uit het publiek. Stel even voor en aan de vraag is. Ja. Mijn naam is Ton Muller en ik heb een vraag eigenlijk aan het hele panel. Ik heb eigenlijk drie vragen. En mijn eerste vraag gaat gewoon over suiker. Mijn vader die kreeg diabetes, die kreeg last van zijn hart. Hij is overleden aan zijn derde hartaanval. Dus ik let daar nu een beetje op. Nu zie ik op het internet Dr. Siegfried in Amerika. Die heeft op YouTube een heel leuk filmpje. Die zegt dat suiker verslavend is. Sugar, the bitter truth. Hij zegt dat het verslavend is, dat het een vergif is. Nu is er een andere arts, het is geen arts, een onderzoeker. Siegfried, die relateert suiker aan kanker zelfs. Hij stelt voor om een ketogenic diet te gebruiken tegen kanker. Dus ik krijg dan zo de indruk van dat suiker wel best wel heel erg slecht zou kunnen zijn, maar dat het op de een of andere manier geen goede aandacht krijgt. Dan heb ik een ander artikel. Dus mijn eerste vraag is: wat denkt de panel over suiker? Laten we beginnen met de eerste vraag. Als je zegt dat suiker vergif is, dat geldt voor elke stof. Er is een regel van Paracelsus uit de 14e eeuw of zo. Dus elke stof is vergif, het hangt van de dosis af. En dat geldt dus ook voor suiker.
Nou, dat is het punt. Ik bedoel, je kunt dus niet zeggen dat suiker vergif is, maar ik denk wel dat we in onze huidige voedingspatronen inderdaad te veel suiker eten. En met name dan de zogenaamde snelle koolhydraten. En daar kunnen we wat, of moeten we wat aan doen. Dus, maar waar ik een beetje moeite mee heb, is dat mensen nu suiker weer als de boosdoener verklaren en dat alles daaraan gerelateerd kan worden. Voeding is te ingewikkeld om te zeggen van het ligt aan dat ene stofje. Het gaat om de combinatie van allerlei stoffen. Suiker is ook, in zekere zin hebben we dat ook nodig. Hangt erg van je voedingstoestand af. Maar het is dus zeker geen vergif, maar je moet het wel met mate tot je nemen. Net zoals alles met mate genomen moet worden. Ja, de opvinding over suiker, die is nu wat verhevigd, omdat het niet alleen gaat om de lege calorieën van suiker. Dus je eet te veel suiker en er zitten geen voedingsstoffen in, alleen maar loze energie waardoor je dik wordt. En als je dik bent, dan krijg je allerlei kwalen. Maar suiker, u heeft het over meneer Siegfried, maar bedoelt u ook niet meneer Loestig? Die heeft die lezing, die is al 4,5 miljoen keer bekeken, misschien wel 5 inmiddels. Sugar, the Bitter Truth. Dat is een vrij pittige lezing waarin hij zegt, waarin hij dus ook andere kwalijke eigenschappen van suiker beschrijft. En uit bijvoorbeeld het onderzoek naar de darmflora blijkt ook alweer het suiker een kwalijke invloed te hebben. En een ander probleem is de AGs, de niet-enzymatische verbinding tussen eiwitten of aminozuren en suiker, die ook invloed zou hebben op Alzheimer en dat soort verouderingsziektes. En daar is gewoon heel veel paniek over ontstaan. Het is heel actueel. In Anglo-Saxische landen hebben een aantal artsen hebben zich verenigd en die zeggen de action on sugar. Wij zeggen wij moeten de aanbeveling van suiker halveren van 10% dagelijkse energieinname naar 5%. De WHO, de hoogste voedselinstantie, de World Health Organization, die is via eigenlijk crowdsourcing nu bezig om instemming te krijgen, om diezelfde aanbeveling te krijgen. En dat is allemaal niet voor niks natuurlijk. De dosis maakt het gif, maar de dosis is zo gigantisch hoog. En het gaat overigens natuurlijk niet alleen maar om de suiker, het gaat uiteindelijk om de glucose en de fructose die ook uit andere bronnen komt. En dat is dan ook weer van de paleo-kant heel interessant. Nou, dank jullie wel. Dan willen we nu graag beginnen aan het volgende onderwerp. Hij had nog een vraag, die meneer. Twee? Oh, sorry. We hebben nog andere onderwerpen om te bespreken. We willen het nu graag hebben over voedingshypes. Want eigenlijk merken we dat er zoveel dieetboeken verschijnen en zoveel dingen ons om de oren vliegen wat gezond is. Maar hoe moeten we nou het kaf van het koren scheiden? Meneer Huub, ik wou graag aan u vragen. U heeft in uw boek het ook best wel veel over onze eetgeschiedenis. Waar komt onze obsessie met voedsel de laatste tijd zo vandaan? Zijn we altijd zo geobsedeerd geweest hiermee? Kijk, de keuken is het nieuwe jachtterrein. Dat poneer ik hier, dat heb ik niet aangedurfd om in mijn boek te vermelden, maar dat is wel zo. Hij heeft het over het jagen in de oertijd, dat is nu de moderne variant daarvoor is de keuken. Iedereen heeft een prachtige keuken, iedereen heeft een boekenkast vol met de nieuwste kookboeken van Otto, Lengi en al die anderen. Daar valt heel veel te bereiken, zeg maar, als mens in sociale context. En dat is hoe ik die enorme fascinatie voor het culinaire verklaar. En daarnaast blijft natuurlijk gewoon het feit dat de mens moet eten. Iedere dag 3 keer het liefst. Dit is een van de belangrijkste bezigheden. Dus op zich hoeft het je niet te verbazen dat mensen zich daar enorm over opwinden. Dan wou ik daarover een stelling poneren. De stelling is namelijk dat dieethypes meer kwaad doen dan goed. Meneer Kuipers, wat zegt u daarover? Want u bent eigenlijk wel een beetje een dieethype. Ja, ben ik een hype of ben ik een trend? Dat is natuurlijk een vraag. Maar ik denk dat het gewoon dat mensen steeds meer zien, bijvoorbeeld in Amerika, waar bijna iedereen overgewicht heeft en veel ziektes heeft. Dan zien mensen om zich heen, zeg maar, dat ja, hoe ongezonder je bent, hoe des te eerder je niet van je pensioen kunt genieten. Dus ik denk dat mensen ook wel zich realiseren dat het belangrijk is om gezond oud te worden.
En dat mensen daardoor bewust op zoek gaan naar mogelijkheden om dat voor zichzelf te creëren. Ik bedoel, als de pensioenleeftijd omhoog gaat, dan moeten we onszelf langer gezond houden. Ik denk dat een gezonde voeding daarbij een belangrijke rol speelt. En ik ben juist blij dat veel mensen dat doorhebben. En of dat nou een hype is, ik denk dat het een trend is. Dat men dat gewoon zich meer aan het realiseren is. En dat het zich zal doorzetten en dat het dus niet zal overwaaien. Dus ik, ja. En dat is iets goeds. Dus. Dat is wat mij betreft heel goed. Want men, ja, het, de gezondheidszorg loopt uit zijn klauwen. En als ik ja, als cardioloog in het ziekenhuis zie wat voor patiënten er komen, dat zijn echt wel de mensen die er totaal niet over nadenken wat ze eten. Dus ik denk dat er een heleboel winst te behalen is om mensen meer bewust te maken van wat ze eten. Want het houdt mensen langer gezond en goedkoper gezond dan ze altijd maar ja, medicamenteus te behandelen. Ja. Zijn jullie het daarmee eens? Voor een deel. Ik vind het heel erg met Remco eens dat het goed is dat er veel meer aandacht voor voedsel en voeding komt. Want ik vrees ook dat die kennis te veel is weggezakt en dat mensen te onbewust bezig zijn met voedsel. Dus daar ben ik dan blij mee. Wat mij wel tegen de borst stuit is als dat mensen totaal kunnen doordraven en bijvoorbeeld alleen nog maar tarwegras sapjes eten of alleen maar rauw voedsel willen eten. Dat vind ik dus echt gevaarlijk, omdat het, nou voor rauw voedsel zeker, want daar kun je behoorlijk ziek van worden, denk ik dat dat soort hypes inderdaad niet goed zijn. Maar wel dat de aandacht op voedsel wordt gevestigd, dat vind ik wel goed. Meneer Kuipers, u zei net al iets heel interessants, dat eigenlijk de mensen die u ziet die zwaar overgewicht zijn, eigenlijk helemaal niet nadenken over voedsel. Maar zijn al die hypes dan niet gericht aan de verkeerde mensen? Want die hypes bereiken die mensen kennelijk niet. Ik weet niet of hypes of iemand gericht zijn. Ik denk dat mensen bepaalde groepen meer hypegevoelig zijn. Ik bedoel, de juppen in Amsterdam, die lopen natuurlijk met elke hype mee. Die hebben inderdaad geen gezonde voeding nodig, want meestal weten ze dat wel en vinden ze het alleen maar leuk om erin mee te doen. Je zou inderdaad andere bevolkingsgroepen willen bereiken. En daarom pleit ik er dus ook voor dat mijn hype, dus zeg maar zo'n iets als het oerdieet, of bij wijze van de hype voeding is belangrijk, dat het de overheid er zou bereiken. En dat ze de consequenties aan verbinden met bijvoorbeeld het taxeren van blikjes frisdrank. En het goedkoper maken van fruit in plaats van wat er nu bij de Albert Heijn gebeurt, dat de frisdrank in de bonus is en de winst wordt gemaakt op de groente en het fruit. Meneer Huub? Ik heb mij ook wel verdiept in hoe het komt dat mensen zo weinig van voeding weten. Want ze hebben dus allemaal wel die mooie keukens en die kasten vol met kookboeken. Maar wat er feitelijk gebeurt met dat eten en in het lichaam en wat erin zit en zo, dat weten heel weinig mensen. De kennis van voeding is schrikbarend laag, weinig, slecht. En dat heeft voor een belangrijk deel te maken met het verdwijnen van de huishoudschool bijvoorbeeld. Waar vroeger de meisjes naartoe gingen om te leren koken. En ik beschrijf dat in mijn boek. Ik heb een interview gehouden, ik heb een hele dag gesproken met die mevrouw Rie Pastoor. Die was lerares op een huishoudschool. En die vertelde wat de meisjes leerden bij de vakken voedingskunde, receptenleer, koken. En die stelden voor de hele week een heel menu samen. En als ze aan het eind van de week daar een streep onder zetten en ze telden alles op, dan hadden ze precies van alles genoeg binnen. En ik denk als je dat aan zou houden zoals gegeten werd en gepropageerd werd door de huishoudschool, als je dat nu aan zou houden, dan zou iedereen slank en heel erg gezond zijn. Daar zat niets ongezonds bij, maar dat was gewoon het ouderwetse verse voedsel, wat je nu ook nog wel hebt, maar die huishoudscholen zijn in de jaren 60 zo'n beetje verdwenen. Nou, en daarna is die kennis ongeveer verdwenen uit de populatie en dat is dat moet teruggebracht worden op de een of andere manier. Dus u bent eigenlijk voor de invoering van een nieuw middelbare schoolvak? Ik ben eigenlijk, het zou volgens mij een heel goed idee zijn om op de middelbare school per week een uurtje te besteden aan voeding, voedingskunde. Nou ja, bedoel, je kan dat curriculum behoorlijk uitbreiden. En ik denk, je hoeft niet leren aardappelschillen per se, hoewel dat ook wel handig is. Maar ik denk dat er is zoveel te leren, het zijn zoveel eenvoudige dingen. Nou ja, kijk naar jezelf. Je gaat op kamers en je moet ineens koken, weet je wel. Ja, als je mazzel hebt gehad, dan heb je het van je moeder geleerd. Of dan heb je thuis afgekeken, of van je oma misschien. Maar ik denk dat heel veel mensen het gewoon niet meer leren. Dat is ook een van mijn aanbevelingen. Leer je kinderen koken. Nou, dat is interessant. We hadden het ook nog even over, ja, toch terug weer naar dieetboeken. Er zijn zoveel dieetboeken, maar...
die worden eigenlijk heel weinig wetenschappelijk verantwoord. Is er misschien een grotere rol weggelegd voor de wetenschappers om wat meer verantwoordelijkheid te dragen voor die dieetboeken en wat er nou in gezegd wordt? Of dat nou echt waar is? Nou ja, dat lijkt mij wel, maar dan worden het hele dunne boeken. Nou, er is wel iets heel interessants gaande, hè, over die diëten. Ik denk namelijk dat die hele dieetrage nu over is. Per 2014 is die verdwenen ongeveer. Als je het wetenschappelijk bekijkt, dan zijn al die diëten die zijn naar elkaar toegekropen. En daar blijft één aanbeveling blijft erover. Dat is laatst gedaan door David Katz, Amerikaans onderzoeker, ongeveer de ongekroonde opperhoofd van de Amerikaanse voedingskunde. Die heeft in een annual review alle diëten op een rijtje gezet. Dus dan heb ik het over laag calorisch, laag koolhydraat, glycemisch, paleo, hoog eiwit, al dat soort dingen. En die zegt van ja, in de praktijk blijkt dat het naar elkaar toe kruipt. En hij heeft gezegd van dit is goed van de ene, dat is goed van de ander. En er blijft een soort algemeen dieet, één standaard dieet van over, één aanbeveling. En daar moet iedereen zich vanaf nu aan houden. En dan wil je natuurlijk weten wat het is. Ja. Tien, meneer Van Boekel, denkt u dat dat ook echt wetenschappelijk te onderbouwen is? Nou, met enige moeite. Zoals ik in het begin zei, het is heel moeilijk om voedingsonderzoek echt te doen op die manier dat je alles kunt verklaren vanuit een mechanisme. Dat je kunt zeggen van nou, dat stofje heeft invloed daarop. Want het is een ongelooflijke moeilijke interactie tussen allerlei componenten en tussen processen in je lichaam. Dat hebben we nog lang geen grip op. Dus ik ben het wel eens dat alles een beetje lijkt te convergeren. En ik denk dat de enige wetenschappelijke achtergrond die je kunt geven is wat ik in het begin zei, als je gevarieerd eet, voldoende groente en fruit, niet te veel suiker, een behoorlijke portie eiwit, dan zit het goed. Dat is wetenschappelijk verantwoord, maar dat is niet echt heel erg wereldschokkend. Ja, het lijkt zo simpel inderdaad, waarom doen we het niet? Zou er, toch nog weer terug naar de dieetboeken, is het misschien een idee om bijvoorbeeld een wetenschappelijk keurmerk te maken voor dieetboeken ofzo, dat er iets meer, want het zijn er zoveel en hoe kan je dan als toch een niet-wetende consument er iets over zeggen? Nou, dat is een interessante filosofische discussie. Ik denk van niet. Mensen geloven dat gewoon niet. Het voedingscentrum claimt ook dat ze wetenschappelijk gebaseerd zijn. En die publiceren ook van allerlei richtlijnen waar mensen zich niet aan houden. Dus ja, daar zie ik weinig in, eerlijk gezegd. Maar het brengt wel een interessante vraag op van wat geloven mensen nog van wat wetenschappers zeggen? Volgens mij is het heel interessant om, wat ik net ook aanbeval voor het voedingscentrum om te doen, is om een doorgaande discussie daarover te hebben en een doorgaande informatiestroom. Dat maakt het ook leuk trouwens. En als mensen zeggen van ja, wat is er dan ineens mis met die gooiebessen die ik elke dag eet? Nou, daar moeten voor's en tegens over te vinden zijn. Het internet is uitgevonden voor uitwisseling van academische feiten. Dat moet daar plaatsvinden en dat moet gemodereerd worden. Mag ik nog één ding zeggen over wetenschap. Wetenschap, mensen hebben vaak de indruk dat als iets zogenaamd wetenschappelijk bewezen is, dat het dan waar is. Maar wetenschap is nou juist iets wat niet waar is. Er moet discussie zijn en we komen met voortschrijdend inzicht. Dus het stempel van het is wetenschappelijk verantwoord, dat zegt mij op zich niet zo heel veel. Want misschien dat over 5 jaar weer iets heel anders gevonden wordt. Dus daar zie ik niet zoveel in. Dat is waar. Ik wil nog één onderwerp aan en dan is er tijd voor vragen. Kuipers, toch nog even over de laatste hype bespreken. Wat vindt u nou van superfoods? Want ja, daar zijn we natuurlijk dan allemaal wel weer benieuwd naar. Van hoe, ja. Ja, superfoods zijn inderdaad een beetje een hype. Het is wel weer de bewustwording van in welk voedsel zitten heel veel micronutriënten. En het is een beetje de tegenhanger van wat Huib net noemde. Dat de meeste suikerbevattende producten eigenlijk helemaal geen voedingsstoffen bevatten. Dat zijn lege calorieën. Dus je eet alleen maar calorieën en verder zit er niks bij. Ja, superfoods is een beetje het tegenovergestelde. In ieder geval, dat is wat er aan verbonden wordt. Het is natuurlijk de vraag of dat voor al die producten waar is. En ik denk wederom dat er een voordeel en een nadeel aan zit. Het voordeel is dat mensen zich bewust zijn dat er voedingsstoffen of voedingsmiddelen zijn waar veel voedingsstoffen in zitten, behalve alleen maar energie. En het nadeel is inderdaad dat ze erin kunnen doorslaan dat ze alleen maar goji-bessen gaan eten. Nou ja, daar is volgens mij geen voordeel van. Tini zei het ook al, variatie is de sleutel tot een gezonde voeding. Daar kunnen best goji-bessen bij, maar alleen maar goji-bessen of spinazie eten, daar ga je ook de nadelen van ondervinden.
Ja, en het bezwaar is een beetje dat mensen voeding gaan gebruiken als een medicijn. En dat ze daar bepaalde medicinale effecten van verwachten. En dat is, nou, dat is onjuist om te beginnen, maar het is ook niet gezond om dat te denken, lijkt mij. Ja, dank u wel. Maar hangt die voeding niet heel erg samen met gezondheid? Is het niet dat als je juist heel gezond eet, dat je dan minder snel ziek wordt? En is dat niet de insteek van die mensen die dan superfoods gebruiken? Dat is denk ik dat je voeding als medicijn gebruikt, daar ben ik het wel mee eens. Je kunt je gehele voedingspatroon als een soort preventief geneesmiddel voor je gezondheid zien. Maar wat Huib bedoelt is dat je niet losse voedingsmiddelen, dus niet je goji bes als een medicijn tegen blaasontstekingen moet gaan zien. Cranberry is misschien wel. Ja, of kanker. Dat is of nog kanker, ja. Al komt die bes van de meest ver afgelegen struik in de Andes, kanker zal die niet genezen. Dank u wel. Dan nu vraag uit het publiek. Ja. Hoi, ik ben Lydia. Ik werk hier bij communicatie, dus ik ben zelf eigenlijk sociaal psycholoog. Ik ben een beta persoon. Maar ik las van de week een artikel in de krant over dat er was gevonden in een onderzoek dat sommige mensen dus dun kunnen blijven, dun blijven terwijl ze alles kunnen eten, zogenaamd. En er was dan over gevonden dat die stationair iets energie verbrandde of zo. En dat werd weer weersproken door iemand van, volgens mij van de Universiteit Wageningen. En die zei, het komt eigenlijk gewoon neer, minder eten en meer bewegen, zeg maar. Maar wat ik me dus wel afvraag, kan het niet zo zijn dat verschillende mensen dus gebaat zijn bij verschillende voedingspatronen? En dat dus het probleem is met dat de ene keer is het moet je allemaal dit doen en de andere keer moet je allemaal dat doen. En dat die dingen dus elke keer elkaar tegenspreken. Terwijl dus aan de andere kant inderdaad die diëten lijken te convergeren. En ja, ik vroeg me eigenlijk gewoon af de visie van jullie daarop, dat idee. Nou, ik denk dat punt 1 is het heel goed te constateren dat mensen inderdaad verschillend zijn. Dus die variatie bestaat. En wat ik in het begin zei, de epidemiologie gaat natuurlijk over hele grote bevolkingsgroepen, waarbij je alleen maar over gemiddelde en wat standaardafwijkingen praat. En dan heb je alleen maar hele algemene adviezen die voor een individuele persoon helemaal anders kunnen uitwerken. Dus dat klopt. Maar dat artikel in de Volkskrant, Volkskrant was het geloof ik, hè? Dat slaat ook weer helemaal door alsof er dan één aspect is wat maakt dat je dun of dik blijft. En daar geloof ik dan ook weer niks van. Het is te ingewikkeld om het te kunnen reduceren tot één dimensie van een enzym in dit geval. Dus mensen slaan ook daar weer door, denk ik, in één onderzoeksresultaat wat misschien wel aangeeft dat er individuele variatie is. Maar om dat meteen door te vertalen naar allerlei adviezen, dat gaat mij weer te ver. Maar ik denk zeker dat als het mogelijk zou zijn om meer op individuen gerichte adviezen te geven, dat heel goed zou kunnen zijn. Alleen dan moeten we wel weten hoe dat allemaal in elkaar steekt en dat weten we nog niet. Ik kan er nog wel iets op aanvullen, want je noemt inderdaad de krant hier. En als je dat toch op een wetenschappelijk keurmerk zou willen hebben, dan vind ik de krant in die zin heel vervelend. Want de kranten willen graag media-aandacht, dus die publiceren juist vaak hele controversiële artikelen. Als al 10 jaar bekend is dat het drinken van rode wijn gezond is, dan zullen ze dat 10 jaar lang maar 1 keer publiceren, namelijk zodra het bekend is. En dan zodra er 1 artikel is wat tegenstrijdig is, gaan ze daarmee op de voorpagina van de Volkskrant weer staan. Nee, rode wijn is toch niet gezond. Dat zou ik eerder aan een keurmerk willen onderwerpen, want dat brengt natuurlijk heel veel verwarring. Terwijl de consensus onder artsen nog steeds is, rode wijn drinken is gezond. Maar ja, iedereen leest de Volkskrant, het is in één keer het hele land te reppen roeren. Dus ja, het nadeel van kranten is dat ze sensatie willen en dus ja, hele ja, irrelevante artikelen wat ons wetenschappers betreft vaak hoog in de of vooraan in de katernen hebben staan. Nou, dat kan ik alleen maar beamen als ik daar ook nog iets over mag zeggen, want dat was voor mij ook een belangrijke aanleiding om mij in die kwestie te verdiepen. De journalistiek in de dagbladen en de Volkskrant steekt er nog wel kwalijk bij af. Is heel slecht. Mensen hebben die erover schrijven hebben geen sjoeg. Dit artikel ook. Het ging over onderzoek bij muizen naar een bepaald enzym, geloof ik. Hè? En dan de bepaalde een genenpatroon werd daar onderscheiden. Wat dan verschilt tussen mensen. Ja, dat is allemaal heel erg belangrijk. En dat leidt mogelijk ooit eens tot iets. Maar je kan er helemaal absoluut niets over zeggen wat dat nu voor de mensheid doet.
En terwijl die indruk wel wordt gewekt natuurlijk, alsof er nu ineens ontdekt is waar het allemaal aan ligt. Die indruk heb je als oppervlakkige lezer en je bent een oppervlakkige lezer omdat je een oppervlakkig verhaal voorgeschoteld krijgt. In die vertaling van de wetenschappelijke kennis naar een krantenartikel, er gaat zoveel lost in translation, dat is kwalijk naar mijn idee. Dat is waar ik ook over schrijf. Het is heel erg moeilijk om over die ingewikkelde materie, waar al weinig zeker van is, om daar nog iets zinnigs over in de krant te zetten. En toch gebeurt dat maar steeds. Dus eigenlijk moeten we gewoon niet meer de krant lezen als het gaat om voeding? Je moet heel kritisch zijn. Je moet het echt met de korrel zout nemen. Zelfs verhalen over zout. Dank u wel. Dan hebben we nog één korte vraag. Ik heb nog een vraag over de rol van de commercie in dit alles. Het is bekend dat bijvoorbeeld, zeker in de Verenigde Staten, de tabaksindustrie jarenlang heel actief gevochten heeft tegen maatregelen, tegen roken. En dan kom ik toch weer terug op Lucie. Die zegt dat hetzelfde gebeurt ook op het gebied van suiker. En ik heb hier een artikel van Dorfman. Die zegt zelfs dat, hij heeft het dan over soda, dus het is eigenlijk Coca-Cola en dat soort dranken. En de tabaksindustrie, dat die vergelijkbare campagnes voeren tegenwoordig. En die campagnes houden in ook desinformatie, mensen voor de gek houden, verwarring scheppen. En als er is al een paar keer gememoreerd over dat het allemaal zo moeilijk is om een goed idee te vormen. Dat kan gewoon een resultaat zijn van een doelbewuste tactiek. Wat vindt u daarvan? Dat klopt, dat is volkomen waar wat u daar zegt. Het gaat nog verder. Ik bedoel, de WHO is dus bezig nu met die nieuwe campagne om die suikerinname te verlagen. Via die crowdsourcing wat ik net noemde. Dat doen ze niet voor niks, want ze proberen nu alvast de publieke opinie te mobiliseren daarvoor. De vorige keer dat dit gebeurd is, dus een norm vaststellen voor de suikerinname die toen 10% was. Dat was in 2003. Toen heeft de Amerikaanse suikerlobby, en dit is gedocumenteerd, dit is waar. Er is ook nog een Zembla-uitzending over gemaakt. Niet dat die altijd zo correct zijn, maar. Daarin vertelt ook Jaap Seidel, hoogleraar, Nederlands hoogleraar. Die vertelt over hoe dat de Amerikaanse suikerlobby, die heeft gedreigd om de senatoren en governors van suikerproducerende staten in Amerika te mobiliseren. Om die ervoor te zorgen dat de Amerikaanse regering onder druk kwam te staan om de subsidie aan de WHO af te schaffen. Als in dat plan van de WHO kwam staan dat je niet meer dan 10% suiker moet nemen. En die aanbeveling staat er ook met zeer omvloerst in. Behalve in een grafiekje, in een staatje staat het wel, kleiner dan 10%. Maar ergens anders staat, het is heel controversieel om aan te bevelen de 10%. En dat is het gevolg van de invloed van de suikerlobby. In Europa is het niet anders. We hebben een club, dat heet ILSI, I-L-S-I. Die zijn zeer actief in het creëren van wetenschappelijke consensus over bepaalde onderwerpen. Die zitten diep in de commissies van de EFSA, de Europese Voedselautoriteit. En ja, die lobby die is gigantisch, vooral van de suikerindustrie, ook in Nederland. Je hebt de Suikerstichting in Nederland, dat klinkt Suikerstichting. Nou, dat zal wel goede voorlichting zijn. Een collega van meneer Van Boekel, Frans Kok, die schrijft geregeld in het blaadje van de Suikerstichting. Sorry? Dus wat ik van de suikerlobby vind, nou ik ben het voor een heel groot deel met Huip eens dat dat niet goed is. Het is een manier van hoe wij onze maatschappij hebben georganiseerd. De farmaceutische industrie doet precies hetzelfde, de wapenindustrie doet precies hetzelfde en ook de levensmiddelenindustrie probeert het te beïnvloeden. Sorry, ik versta het niet goed. De vraag is wat specifiek is aan suiker, begrijp ik. Wat suikerindustrie. Nou ja, ik denk dat door dit soort debatten en door dat in de openbaarheid te brengen en te laten zien dat er inderdaad gelobbyd wordt, dat mensen zich daar meer van bewust worden en dat, dat ze dan in dat opzicht aan de schandpaal worden genageld. Dat lijkt mij goed. Oké.
Goed, we willen nu eigenlijk door naar waar eigenlijk de verantwoordelijkheid ligt voor onze gezonde voeding. Ik heb het net al even voorbij horen komen over een soort hogere belasting op voedingsmiddelen met meer suiker of meer vet. Dus ik wil eigenlijk de stelling introduceren dat de overheid een vettax zou moeten invoeren. Wat vindt u daarvan, meneer Van Boekel? Daar ben ik falikant op tegen. Ik vind dat de overheid zich sowieso niet zoveel moet bemoeien met wat mensen eten. Behalve dat ze de volksgezondheid moeten beschermen in de zin van veiligheid. Maar die vettax bijvoorbeeld, vet zie je nu ook heel erg verschuiven. Vroeger was vet helemaal slecht. Nu begint het toch wel iets meer genuanceerd te worden. In ieder geval moeten we vette vis eten. Maar ook andere vetten komen toch weer een beetje beter in het daglicht te staan. Dus dat zijn weer die verschuivende inzichten. En zo'n vettax die gaat allerlei ongewenste effecten veroorzaken. Bijvoorbeeld dat er meer koolhydraten in gaan komen. Want je moet er wel iets in stoppen. Dus je gaat allerlei rare effecten opwekken die denk ik veel erger zijn dan de kwaal. En een belasting op ongezonde dingen, zeg maar dat het zeg maar het prijsverschil minder radicaal is. Nou ja, dat voedsel, ik vind overigens trouwens dat voor voedsel een goede prijs moet worden betaald. Een van de problemen die wij nu hebben met vlees is dat het veel te goedkoop is. Dat zou duurder moeten zijn, dat zou de boeren ook de kans geven om het wat beter te doen. Maar voedsel moet inderdaad wel zo goedkoop mogelijk zijn, met name ook de gezonde dingen als groente en fruit, dat lijkt me prima. Maar we zitten wel in een markteconomie, dus ik weet niet of de overheid daar nu zoveel in moet sturen, want dat slaat ook weer een heleboel dingen dood. Dus ik ben tegen dit soort overheidsingrijpen, omdat het allerlei onbedoelde effecten gaat hebben. En hoe denkt de rest van het panel daarover? Nou, In Denemarken hebben ze een tijdje een vettax gehad. Dat is maar een jaar afgeschaft, want dat werkte niet. Bovendien, het is ook inderdaad de vraag of je vet wel moet extra belasten. Je zou suiker extra moeten belasten. Er zijn ook wel gevallen bekend in landen waaruit blijkt dat als je iets duurder maakt, dat er minder van wordt verkocht. Hè? Drank bijvoorbeeld, sigaretten. Dat blijkt wel te werken. Maar voor voeding is dat heel erg ingewikkeld. Het is gewoon bijna niet te doen. Nee, maar er zijn wel andere manieren om de eetgewoonte en het voedingsgedrag van mensen te sturen. Bijvoorbeeld, schaf eerst maar eens de op kinderen gerichte commercials af. En de hele marketing op kinderen gericht. Ik weet niet of iemand de film gezien heeft, de verschrikkelijke Ikke 2. Die speelt, dat is de meest populaire kinderfilm van vorig jaar, speelt zich geheel af in een snoepige omgeving. Dat is gewoon snoep. Je komt een bioscoop binnen, het is allemaal snoep daar. En de film gaat over snoep, het is snoep, snoep, snoep. En daarnaast zit McDonald's. Daar zou iets aan gedaan kunnen worden. Maar er zijn volgens mij, en daar ligt voor, vind ik wel een taak bij, van de overheid. In preventie en in marketing, dat soort dingen. Daar kan wel het een en ander gebeuren. En wat denk jij, Remco? Ben je het daarmee eens? Nou, ik zou uiteraard het wetenschappelijk willen benaderen. Ik denk dat vanuit de tabak en vanuit de alcohol best wat gunstige onderzoeken er zijn. Dus dat het wel wat invloed heeft. En als ik zeg maar, ik woon boven een supermarkt, elke ochtend de pubers uit de middelbare school met een blikje en een zakje chips naar buiten zie komen. En daarna zelf kijk wat de prijsverschil is. En inderdaad twee blikjes. Twee blikjes. Dat veel goedkoper is dan die appel of dat noem eens wat, die volkoren, dat volkoren bolletje wat ze ook zouden kunnen halen. Dan denk ik, ja, als je die hele jonge groep op die manier kunt stimuleren om wel gezonde dingen bij de supermarkt te halen, elke tussen de middag. En hetzelfde geldt voor schoolkantines, waar ik me, best wel een sportkantines waar ik me eraan erger dat er inderdaad frisdrankautomaten staan en kroketten en frikandellen en patat te halen zijn, maar geen fatsoenlijke etenswaren en al helemaal geen salade die betaalbaar is. Dan zou ik zeggen, voor je dan zegt het is zinloos of het mag niet, probeer het eens, doe een wetenschappelijk onderzoek en kijk of die kinderen dan ook daadwerkelijk over te halen zijn om gezonder te gaan eten. Dat is al één. En dan twee, op de lange termijn zou het natuurlijk nog mooier zijn om te kijken of die kinderen er ook nog gezonder bij blijven. En dan heb je echt harde wetenschappelijke argumenten om dit te gaan aanmoedigen. Nou, het werkt, hè, dat soort initiatieven. Daar komen nu al een beetje, ook uit Amerika en ook uit Nederland, wel de eerste tekenen dat soort veranderingen op hele kleine lokale schaal, dat al zijn effecten afwerpt bij dikke kinderen bijvoorbeeld. Ja, en bijvoorbeeld bij de kassa, daar liggen altijd de snoepwaren, omdat dat gewoon een soort evolutionaire imprinting in ons brein is. Dat kunnen we bijna niet weerstaan. Dus je zou bij wijze kunnen verbieden dat soort spul bij de uitgang ligt. Leg juist bij de uitgang appels en peren neer. Dus,
Maar haal die vreselijke nutsen en die Snickers daar weg. Dus dat was vroeger al zo, dat in de oertijd als ze bij de kassa stonden, dat ze dan Snickers pakten. Zeker. Als wij het beest dood aten, was eerst het beenmerg op. Dat is het vetste. Ze leer je toch wat. Wilt u nog wat toevoegen, meneer Van Boek? Ja, ik wilde nog één voorbeeld toevoegen wat ik ken van overheidsingrijpen dat heel goed gewerkt heeft op voedingsgebied. Namelijk in de Tweede Wereldoorlog was in Engeland en ook in Nederland tot aan de hongerwinter, was de voedselvoorziening heel sterk gereguleerd. Er was net genoeg. Het was een goed verdeelsysteem en de gezondheidstoestand van mensen, met name in Engeland, was heel erg goed in de Tweede Wereldoorlog. Dus er zijn omstandigheden waarin je dat kunt doen, maar het zal ook iedereen duidelijk zijn dat oorlogsomstandigheden niet de beste manier zijn om de voedingstoestand te beïnvloeden. Maar het geeft dus wel aan dat het wel kan, maar dan moet het ook maatschappelijk gedragen worden. En in de Tweede Wereldoorlog werd het maatschappelijk gedragen, omdat men inzag dat dat de enige manier was om te overleven. Ja, en dat komt overigens door het bruinbrood in Engeland. Daar had je volkorenbrood met wat zat erin? Ik meen, of vitamine D zat erin? Okay. Iedereen was heel erg gezond door dat brood. Ik heb vernomen dat er weer een vraag is uit het publiek. Hallo, Eva Drijken. Ik heb een aantal jaren als onderzoeker gewerkt, zowel in de industrie als in commerciële onderzoeksinstellingen en wetenschappelijke onderzoeksinstellingen. Aan alternatieven voor suiker en zout en vet. Jullie hebben inderdaad suiker en vet genoemd als zijn de producten die, waar alternatieven voor zouden moeten zijn. Maar zout is bijvoorbeeld een voorbeeld waarbij het vrij goed gewerkt heeft op overheidsniveau om dat te reguleren. Ook in soep verlagen van zoutgehalte. Wat vinden jullie van de rol van de industrie daarin, zeg maar, om het wetenschappelijk onderzoek daarin verder te ondersteunen? Nou, bakkers, ik sprak gisteren de directeur van Bakkersland, die hebben stelselmatig het zout in hun fabrieksbrood verlaagd. Dat is zelfregulering geweest, dus die hebben met ik geloof van 2,1 gram per zoveel naar 0,5 gram, met 16e, dus aanzienlijk de hoeveelheid zout in het brood verlaagd. En als je dat stapje voor stapje doet, dan proeft de consument het niet. Alleen het probleem van de bakkerswereld is dat de ambachtelijke bakkers, die doen niet mee. Dus het gezonde volkoren brood, daar zit nog net zoveel zout in. Behalve Hartog, die doet mee. Behalve Hartog, ja. Maar hier zit ook een interessante relatie met de consument. Hè. Ik denk dat het is niet zo dat de voedingsmiddelenindustrie per se het zoutgehalte zo hoog wil hebben. Het is meer zo van als ze dat omlaag brengen. Als ze het geleidelijk doen, denk ik dat het wel kan. Maar als ze dat ineens zouden doen, dan worden hun producten niet meer gekocht. Omdat de consument dat wil. Dus, het is, denk ik, je moet daar denk ik geen complot achter zien van dat ze dat per se willen tegenhouden. Maar meer van, ja, dat als je dat heel snel doet en mensen het producten niet meer accepteren. Dan heb je wel een probleem als fabrikant. Nou, heel erg bedankt. Dan gaan we nu nog heel even kort door naar het laatste onderwerp, namelijk de toekomst. Wat verder van diëten, maar wel ook heel belangrijk. Ik wil eigenlijk eerst aan Remco vragen, hoe denk jij, zeg maar, de focus is nu heel erg op duurzaam en zelfgekookt eten en zo. Maar denk je dat jouw dieet in de toekomst nog relevant is? Maar is het haalbaar in de toekomst? Relevant natuurlijk, want het is gezond. Ja. Maar of het haalbaar is, ja, dat is dus een hele pragmatische vraag. In de zin, ik heb het onderzoek gedaan om te ontdekken wat gezond is, waar wij evolutionair op zijn gebouwd, op welke voeding. En dan is vraag 2 inderdaad, is dit haalbaar? Nou ja, is hetzelfde als, is een groeieconomie haalbaar? Kunnen we onze economie draaiende houden altijd maar te blijven groeien? Nou, ik denk dat het antwoord nee is. En hetzelfde denk ik dat voor een wereldbevolking gewoon de oplossing niet is dat je maar gaat doorgroeien en maar meer geavanceerde technieken gaat maken om wel genoeg voedingsstoffen binnen te krijgen op een kleine landoppervlak, bij wijze van het begroeien van het zeeoppervlak op een gegeven moment. Op een gegeven moment loop je tegen een plafond aan. En ik denk dat je dus beter naar een duurzame, ja, een evenwicht kunt zoeken over dat op een gegeven moment genoeg geproduceerd kan worden. En er ook niet veel meer mensen bij komen. Op een gegeven moment moet je daar volgens mij naartoe. Ja. Meneer Van Boekel. Hoe zit u dat met de toekomst van eten? Want u houdt zich daar heel erg mee bezig. Ja, dat is een van mijn grootste zorgen voor de toekomst. De wereldbevolking neemt maar toe en toe. En al die mensen willen eten. Ook de welvaart neemt toe. En dat betekent dat men anders gaat eten. En dat legt een enorme druk op onze schaarse hulpbronnen. En ik zie dus grote problemen opduiken met de voedselvoorziening. Je ziet nu al dat een land als China land aan het opkopen is in andere werelddelen om niet alleen voor landbouw, maar ook voor grondstoffen. Maar dat soort dingen gaan veel meer gebeuren. Er komt dus schaarste aan grondstoffen. De olie raakt op. We hebben nu ook een voedselproductie die heel erg energieintensief is. Dat gaat allemaal niet meer lukken de komende 100 jaar.
En we zullen dus op een hele andere manier moeten omgaan met die schaarsheid. En ik denk dat daar een hele grote uitdaging ligt. Ons voedselpatroon, voedingspatroon moet anders worden, in ieder geval in de westerse wereld. Maar ook dat van opkomende economieën zal anders moeten gaan dan nu gaat. En dat is een enorme opgave. Daar zouden we dus eigenlijk nu al mee moeten beginnen met ons voedingspatroon te veranderen. Ja. Maar is dat dan in de richting van die dieetboeken? Zeg maar, is dat de richting dat we op moeten gaan? Nee, dat niet. Nee, want die dieetboeken hebben dit absoluut niet als thema. Het zit wel in bijvoorbeeld de neiging die er toch wel is om wat minder vlees te gaan eten. Dat begint wel aan te slaan, dat mensen zich realiseren dat heel veel vlees eten ook voor de duurzaamheid funest is. En dat je daarom zou moeten gaan zoeken naar plantaardige alternatieven. Maar ook het teveel eten, we hebben gewoon te veel voedsel, we eten te veel voedsel. Dat kan allemaal best omlaag, dus we moeten onze voedingsgewoonte inderdaad aanpassen. Maar tegelijkertijd moeten we denk ik ook goed zoeken naar technologie om die schaarsheid zoveel mogelijk te kunnen opvangen. Dank u wel. Er was nog een vraag. Hallo, ik heet Nathalie. Volgens mij is mijn vraag gericht naar meneer Kuipers. Het gaat over melk en melkproducten. Gezond of niet? Sorry, die vraag is fout of niet? Gezond of niet? Gezond. Gezond. Ja. Ja, dat is bij mij natuurlijk een tricky vraag. Want evolutionair gezien eten we inderdaad niet zo lang, of drinken we niet zo lang melk en eten we niet zo lang zuivelproducten. Maar anderzijds, als je kijkt hoe de westerse wereldbevolking zich ontwikkeld heeft, dat is juist een groep geweest die West-Europa kon bevolken doordat ze een genetische mutatie opdeden ongeveer 10.000 jaar geleden, waarbij ze melk wel konden verteren. Dus de vraag is heel rasafhankelijk. De blondhaar blauwe ogen mensen hebben duidelijk een genetische aanpassing waardoor ze goed lactose kunnen afbreken. Dus lactose is het suiker in melk, waardoor ze de suikers uit melk goed kunnen gebruiken als energiebron. Aziaten hebben dat veel minder, dus zie je dat een heleboel van de Aziatische bevolking kan geen zuivelproducten eten, of tenminste niet gefermenteerde zuivelproducten, omdat ze er dunne ontlasting van krijgen, want ze krijgen gewoon irritatie van het maag-darmstelsel. Ja, en er zitten een heleboel groepen tussenin. Als je naar Afrika gaat, heb je stammen die daar al duizenden jaren schapen en koeien houden en alleen die melk drinken, die kunnen het ook weer prima drinken. En bij er zijn groepen die het helemaal niet aan kunnen. Dus het is in die zin dus heel gevarieerd tussen bevolkingsgroepen. En dat hangt ook van jezelf af. Er zijn mensen die onverklaarbare gezondheidsproblemen hebben, die bij het stoppen van gebruiken van zuivel ineens merken dat ze zich veel beter voelen. Ja, je zult er heel intensief onderzoek naar moeten doen om erachter te komen. Je kunt het ook gewoon voor jezelf proberen. Dus in principe vind ik zuivel niet dat het een no-go is. Voor veel mensen kan het prima en er zijn gewoon mensen die er minder goed tegen kunnen. En eigenlijk de grote wetenschappelijke onderzoeken laten niet zien dat zuivel nou echt heel ongezond is. Nee, het is heel simpel. Je moet een melkvakantie nemen of een broodvakantie. Als je denkt, ik heb last van gluten, dan ga je gewoon een maand geen brood eten. Probeer te kijken of dat verandert. En hetzelfde geldt voor zuivel. Maar er is wel een belangrijk verschil tussen niet gefermenteerde zuivel, dus met lactose, en met zuivel waar de melksuiker is omgezet in melkzuur. Waar dan die lactose intolerantie niet voor geldt. Dat kan in principe de hele wereld. Ja. Nog een vraag? Ja. Goeiedag, ik ben Suela, ik studeer internationale betrekkingen. Heel erg toeval, ik liep binnen en ik zag jullie praten. Ik schrijf mijn scriptie over alternatieve voedselbewegingen. Ik hoorde jullie praten, alleen ik ben niet echt heel erg bevredigd als het komt op het veranderen van ons eetpatroon. Aan de ene kant hoor ik dat de overheid daar eigenlijk niet mee moet bemoeien. De bakkerswinkel die zorgt voor zelfregulering, maar de consument heeft daar ook nog een aandeel in. En ik vroeg me af wat volgens jullie de dominante factor is om eigenlijk te zorgen voor die verandering in ons eetpatroon. Is dat een hele De dominante factor wat mij betreft is dat mensen zich meer bewust moeten worden van wat voedsel is, hoe het gemaakt wordt en wat voor consequenties het heeft als ze een bepaald voedingspatroon hebben. Dus toch, voedingsvoorlichting is moeilijk, is moeizaam. Dus ik ben er heel erg voor dat ook op scholen, we hadden straks op de middelbare school, wat mij betreft beginnen we al met de lagere school, dat men zich veel meer bewust wordt van de ongelooflijk centrale rol die voedingsmiddelen hebben in ons bestaan. Het is een weg die we niet meteen groot succes zal hebben, dat kost tijd, maar daar moeten we volgens mij aan werken. Ja, je ziet dat in de geschiedenis voeding eigenlijk nooit een gezondheidsprobleem is geweest.
Het is echt van de laatste decennia dat ons eten onze gezondheid bedreigt. En daarom bijvoorbeeld is het in heel veel traditionele instituties, instellingen, stromingen in de maatschappij, is voeding en is voorlichting over voeding helemaal geen issue. Bijvoorbeeld in de opleiding van huisartsen. Huisartsen weten niets van voeding. Vraag het aan een huisarts wat hij weet van voeding, hij zal het ook gewoon toegeven. Ik bedoel, ik heb een aantal mensen gevraagd. Nou, het lijkt mij relevant dat in de opleiding van huisartsen daar iets, dat ze daar een paar uurtjes aan gaan besteden. Want je kan met goede voorlichting heel veel preventie bereiken. Wat een collega hiernaast ook al zei net. En het zou dan vooral door de overheid geïnitieerd moeten worden? Of door mensen ja, zoals jullie die er wetenschap over doen? Ja, educatie is een overheidstaak, lijkt mij. Dus toch? Ja, nou, ik denk dat dat dan ook wel een beetje de conclusie van dit debat was. Dat we eigenlijk gewoon allemaal voor een herinvoering, een nieuw vak moeten invoeren op de middelbare school. En de lagere school. Ja. Helaas is de tijd dan nu weer op. Volgende maand gaan we het hebben over de relatie tussen de alfa-wetenschappen en de beta-wetenschappen. Met onder andere Rens Bot, de enige hoogleraar aan beide faculteiten. Die vindt dat eigenlijk de faculteiten moeten worden samengevoegd. Verder, nogmaals, als je zin hebt om mee te helpen met de beta-break, laat het weten. We zoeken nieuwe mensen. En heel erg bedankt aan onze panelleden. Super dat jullie wouden komen. Het was een leuk gesprek. Dag.